ijzer en een vingers lief. Zelfs de witte mogen helpen. Dat is een groot geheim. Ik kom uit Wieren en ik fiets elke dag langs de locatie. Ja, het kan niet zo zijn dat ik daar straks langs fiets en daar wordt iets gebouwd. En daar hebben we in ieder geval niet geprobeerd om in beeld te zijn. Dus dat was eigenlijk de motivatie. En ik denk, ja goed, als architect kun je op gebieden onderscheiden, maar het wordt beter als je het samen doet. En ik ken de mensen van Dr. Ten, dat is een bedrijf dat doet in zeezoutbatterijen. Die zitten inderdaad, zoals net verteld wordt, op het moment dat ze een schaalsprong moeten kunnen maken. Het zijn bescheiden mensen die een fantastisch mooi product hebben, de zeezoutbatterijen. En wat wij bedacht hebben van, kunnen we die niet vergroten? Om te kijken van hoeveel capaciteit kan zo'n batterij krijgen. Om ervoor te zorgen dat energieopslag plaatsvindt. En dat het gebruikt kan worden om een woning overgrid te halen. Of niet, maar goed, dan gaan we over in gesprek, hoop ik. Een ander onderdeel is, want jullie hebben een heel complexe uitvraag neergelegd eigenlijk. Het gaat heel veel omvatten. Dus aan de ene kant overgrid, aan de andere kant leven zo geschikt. Met ook nog eens participatie van mensen, bewoners werd er gevraagd. Dus ja goed, dat is ons vraaggebied natuurlijk. Dus die combinatie die hebben wij neergelegd. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik zie uit naar de samenwerking. Heel veel succes. Het is misschien wel bijzonder om een prijs te winnen samen met een andere partij. Die hebben elkaar hier pas ontmoet, want uiteindelijk waren we eerst even geanalyseerd. Inderdaad, wij hebben de uitvraag gedaan of Grit gaat. En waarom wij het als coöperatie heel belangrijk vinden, is dat wij natuurlijk een verduurzamen. Omdat verduurzamen ook wat betekent voor betaalbaarheid van woning. Dat is natuurlijk voor onze coöperatie heel specifiek. En eigenlijk, ja, nu we hier met zoveel koplopers en zoveel mensen bij elkaar zitten, dus hebben we natuurlijk een oproep aan jullie. Omdat onze zorg is wel dat het verduurzamen van ons bezit ook weer leidt tot een tweedeling samenleving. En mensen met geld gaan investeren in verduurzamen. Mensen zonder geld bij je zitten in infrastructuur die ze met toch wel veel minder moeten betalen. En dat vind ik wel een zorgelijk punt. En wij als corporaties pakken toch veel mensen in huur. En daar gaan wij dan ook voor zorgen. Maar er zijn heel veel mensen, burgers in Nederland, die uiteindelijk niet het kapitaalvermogen hebben om te investeren in het verduurzamen van hun bezit. Dus ik hoop wel dat wij hier met zoveel knappe koppen bij elkaar zitten. Dat we met elkaar ook ideeën kunnen ontwikkelen samen met partijen met vermogen. Om te zorgen dat mensen die niet in de situatie zitten om even zonnepanelen aan te schaffen. Warmte, windpompen, of het allemaal heet, dat we die ook in de gelegenheid stellen om ook te profiteren. En dat het ook niet naast het bijdrage van betaalbaarheid ook wat doet voor de versnelling die we met elkaar te doen hebben in de verduurzaming. Waar wij staan hebben de winnaars op het podium, want aan de andere kant komen jullie